Zelfs wij als oudere jongeren worden toch ontzettend gegrepen door dit. Ja, spelen. Het was superleuk. Ja. Echt geweldige game. En jij, ik vond me weer een achtjarige. Ja, je gaat eerst met enige schroom ga je de straat op en daarna ben je al heel snel helemaal in de game ondergedompeld. Ja. Dit is Recoil, GPS Laser Combat. Het is lasergamen, maar dan buiten in je eigen wifi-wolk. Het pistool werkt met gebundeld rood ledlicht. Het pistool zit ook infraroodsensors. Als je wordt geraakt, raak je beschadigd en uiteindelijk overlijd je. De communicatie en de plaatsbepaling verloopt via je smartphone die in een houdertje aan het pistool zit vastgeklikt. Die communiceert weer met dit wifi-stationnetje waarop maximaal 16 spelers tegelijkertijd kunnen inloggen. En je kan dus met 2 teams van 8 man tegen elkaar vechten. Je kan ook communiceren met je teamgenoten via deze knop. Als je oortjes in hebt, kan je ook nog eens horen van welke kant de tegenstander je benadert. Een geweldige game, toch? Ja, het is echt heel gaaf. Mensen komen meteen naar je toe als je buiten staat te spelen. Ja. Als je je eigen schroom een beetje hebt overwonnen. Er zit wel echt één groot nadeel aan en dat is de app. Ja, die is ongelooflijk gaar. Daar moeten ze echt nog even wat aan doen. Nee, verbindingen vallen weg. Bij mijn telefoon heb ik geen tekst bijvoorbeeld. Maar de maker die heeft beloofd dat er snel met een update zullen komen. En nou ja, dat is ook wel echt nodig. Maar goed, als die werkt dan denk ik superleuk. Ouders zijn blij, kinderen komen buiten. Ja. Hoop ik. Het enige minpuntje is, nou ja, er wordt dus in geschoten. En het is vrij prijzig. De starterset met zo'n stationnetje kost €149,95. En er zitten geen batterijen bij? Zonder batterijen. Ja.